De strijd om Theresa May als Britse premier op te volgen, heeft zeven kandidaten in een rij geplaatst. Zeven kandidaten zeiden zaterdag dat ze zouden slagen, waarmee heeft gefaald om een zwaar verdeelde Groot-Brittannië uit de Europese Unie te leiden. May heeft vrijdag aangekondigd dat ze stopte na haar mislukking om de brexit tot een goed eind te brengen. Haar besluit heeft het vooruitzicht op een nieuwe leider die een hardere opstelling met de EU zou kunnen nastreven vergroot. Een hardere opstelling zou leiden tot confrontatie met dit blok of een mogelijke parlementsverkiezing.